Waarom doet u eigenlijk mee? De uitdaging, het avontuur. Nee, ik doe een beetje rallyrijden momenteel en dat is hartstikke leuk. Maar Dakar is natuurlijk nog net iets waar je van zegt, ja, voor veel is het een droom. Of het was voor mij ook natuurlijk. En toen kreeg ik eigenlijk de mogelijkheid op deze manier. Ik zeg, ja, dan gaan we dat zeker doen. Ik moest zelf een team samenstellen. Ik dacht, nou, dan ga ik met drie zeeuwen. Nou, ik ken Adwin al 20 jaar. En ja, dan komt Dakar natuurlijk ook wel eens tevoorschijn, omdat hij natuurlijk ook rallies rijdt. En ik ook. En ja, dan ga je er wel eens over praten. En ja, daar werden we beide enthousiast van. Ik zei, ik moet erover nadenken. Maar ja, voordat ik de telefoon erop lag, ik dacht, ja, dat zie ik zetten, dat is kaasje. De drie mannen hebben net als dit team een speciale vrachtwagen klaargemaakt om in januari te kunnen starten in Lima, Peru. De race gaat dan van Peru via Argentinië naar Chili. En het gaat het team er niet om om als eerste over de finish te komen. Om het uit te rijden. Dat is onze prioriteit 1. Uitrijden. En de klassering, dat zien we dan wel. Tegen die topteams kunnen wij toch niet aan. Dus het budget niet, dat is heel wat anders. Ja. Waar ziet u het meeste tegenop? Ik denk de warmte. De warmte is, er wordt niet veel over gesproken, maar het wordt in de vrachtwagen ook heel erg warm. Plus je koelt niet echt af. Dus we zullen dus veel zweten, daar ga ik even van uit. Waar kijkt u het meeste naar uit? De finish in Santiago. Zeg maar zo, als je rally rijdt, moet je Dakar ook gereden hebben. Welke gebied je terechtkomt in de duinen, dat lijkt me ook iets geweldigs. Ja, dat lijkt me gewoon een hele mooie ervaring.